wordt een infoavond georganiseerd, Start a Study. En dat is voor de laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs van de Leuvense scholen. Wij organiseren die infoavond zodat zij kunnen kennismaken met het hoger onderwijs. Wat is de structuur van het hoger onderwijs? Hoe wordt er lesgegeven aan een hogeschool, aan een universiteit? Hoe kunnen zij een studiekeuze maken? Dat zijn een aantal vragen waarop dat ze vanavond antwoord kunnen krijgen. Ik weet nog niet goed wat ik wil studeren en hier hoop ik informatie te kunnen verkrijgen. Ik weet uit ervaring dat het goed georganiseerd is en dat ze er veel uit opsteken. Er zijn verschillende professoren van de KU Leuven en ook een aantal docenten van de KH Leuven. Er is ook een mini-college van groep T. Er is ook iemand van de dienst studieadvies van de KU Leuven die allemaal iets komen vertellen. Zo is er een mini-college over help, mijn moeder zit op Facebook. Of er is een mini-college over genen en chromosomen. Een mini-college over studiekeuze, een soort van interactieve infosessie. Is dat dan meer een soort van werksessie? Ze gaan stellingen geven en als je akkoord bent, is het groen. En als je niet akkoord bent, is het een rode kaartje dat je dan moet omhoog steken. En dan mocht je ook altijd motiveren waarom wel of niet. Er zijn vanavond een 700-tal mensen aanwezig. Dat zijn toekomstige studenten, degenen die dat volgend jaar naar het hoger onderwijs gaan. Maar dat zijn ook ouders, dat zijn ook leerkrachten. Soms zijn hier ook wel leerkrachten aanwezig. Je moet dus de studiebegeleiding van de leerlingen doen. En dan wil ik wel eens graag weten hoe de universiteiten en de hogescholen die studiebegeleiding zien. Om het aan de leerlingen te kunnen doorvertellen die nu hier niet zijn. Of... Dat is eigenlijk mijn eerste bedoeling van gewoon eigenlijk een beetje verkennend te zien welke richtingen er zijn. En wat eventueel op welke manier dat wij haar kunnen ondersteunen in haar keuze. En heb je al enig idee wat je gaat doen? Eigenlijk nog niet, maar ja, ik denk nog dat ik wel even tijd heb. Een jaartje om daarover na te denken. Dus afwachten. Ja, nu zie je ook al direct hoe dat het later zal zijn, hoe dat het volgend jaar zal zijn. En ja, nu weet ik direct ook wat dat ik kan verwachten. Nu zie ik het ook, ja.